Hoi alle, ik ben Tim en in deze De Mol video bespreek ik aflevering 4 en dit keer zonder hamsterwang. We bespreken onder andere een hint op de krant, codes die gemold worden en de terug in de tijd test verraadt De Mol. Om deze video te beginnen kijken we naar een tip die geschreven was op de krant die de kandidaten ontvingen. Op de krant staat namelijk iets met schieten en discussies. En dit kan verwijzen naar de allereerste opdracht van dit seizoen, waar Toos en Lieselot als enigste twee moesten schieten voor een vrijstelling. Is dit dus te linken aan Lieselot of Toos als mol? Verder hield Lancelot de ontvingerkrant vast met zijn vingers in een M-vorm. Een beetje op deze manier. De M van mol. Nou, toen kregen we opdracht 1 en die was heel erg vet in elkaar gezet, vond ik zelf. Een van de beste opdrachten dit seizoen. Ik denk dat je als mol hier het beste Toos of Thomas wilt zijn. Want het is de beste positie als mol. Je kan de codes verkeerd invullen, zoals Toos of Thomas deed. En in Café de Mol was dit ook opgevallen, dat Toos en Thomas iets hebben gedaan met die codes. En daarvan hebben we ook deze mooie afbeelding gekregen. Om te laten zien dat dit echt gebeurd is. En kan tevens ook Thomas verkeerd hebben doorgegeven, een code verkeerd hebben doorgegeven aan Toos. Of veranderd hebben, wat dan buiten beeld is gebleven. Maar het lijkt toch echt Toos te zijn die de verkeerde combinatie invoert. Kan ook nog zo zijn dat Toos of Thomas alleen maar langs deze code heen zochten naar de juiste code. En dat wilde ik toch nog even erbij vermelden, want op beeld zien we alleen maar het shot met dat de code verkeerd is ingevuld. Maar het kan ook nog zijn dat ze nog aan het swipen waren om de andere code te zoeken. Kan een goed montagetrucje zijn om Toos en Thomas wat verdachter te laten zien. Verder kan je op deze positie ook nog tijd rekken door gesprekken te houden in de portofoon. Best een goede molpositie. Mij viel daarnaast ook nog eens op dat Toos heel erg kalmpjes over het mijnenveld heen liep. Misschien al een soort voorkennis gehad als mol welk pad de juiste was. Dan comfort die een beetje tijd lijkt te rekken in de portofoon naar Toos toe. Terwijl er helemaal geen tijd voor is. Nou is comfort een soort van afgevallen door een rood scherm te krijgen. Maar er bestaat natuurlijk altijd nog de theorie dat comfort de mol alsnog wel kan zijn. Op Instagram en op Facebook postte de mol, het officiële account van de mol, de afvaller Laila. Maar voor de rest niks over comfort. Het kan dus nog heel goed zijn dat zij misschien zelfs wel de finale gaat halen. Nou ja, dan heb je natuurlijk Ruben. Die tevens ook wel op een molpositie zou kunnen staan. Je staat op de positie waarbij je achterblijft. Kan net zo gegaan zijn dat Ruben dan toch net niet op die positie kon staan van Toos en Thomas. Ligt een beetje lastig in elkaar, want wat zou je zelf willen als mol in die situatie? Nou, hij wil dus niet zijn code geven. En dat is natuurlijk heel verdacht, want als mol heb je natuurlijk voorkennis en dan wil je heel logisch gezien geen geld verdienen. Door de code dan vervolgens niet te geven, werd er tijd gerekt, waardoor er ook minder tijd over was om de lift stop te zetten. Als de lift stop werd gezet, konden de pasvragen ook niet gepakt worden, waardoor er dus kans was op geen geld. En wat wil de mol dus? De mol wil dat de lift juist naar beneden gaat, waardoor de kandidaten hopelijk een pasvraag pakken, waardoor de bom afgaat. Verder nog een tweetal anti-mol acties. Toos zegt in de laatste minuut nog bij de codes zoeken dat ze alle opties van de codes van Ruben kunnen proberen. Dat is een best groot idee, want het waren best wel veel codes volgens mij. En dan hadden ze toch nog een beetje een kans kunnen hebben dat de lift stop ging. Helaas was het natuurlijk echt wel te laat. Maar alsnog kan dit een hele goede anti-mol actie naar Toos zijn. Dan daarnaast een anti-mol actie van Lancelot en Lieselot. Ze nemen geen kans op pasvragen, laten ze liggen en hierdoor komt er 5000 euro in de pot. Voor mij is na deze opdracht en een paar andere situaties van de vorige aflevering met de vrijstellingenkamer Lieselot sowieso de mol niet meer. Na de opdracht kwamen de kandidaten gezellig samen met hun groepsgevoel, als ze die nog hadden. En hierna volgt daarnaast een dagboek van de mol stukje. Was een erg interessant stukje, want daar vielen een paar dingen op. De mol is niet blij met de 5000 euro. Nou ja, dat is natuurlijk logisch. En zegt nadrukkelijk dat meestal iedereen meteen voor pasvragen gaat. Is de mol dus eigenlijk een beetje buitenspel gezet in deze opdracht? En zijn Lieselot en Lancelot dus sowieso niet de mol samen?
De mol zegt in een verwachtende situatie, op een verwachtende toon, dat een kandidaat altijd voor een pasvraag zou gaan. Kortom, voor mij vallen Lieselot en Lancelot hiermee nog meer af als mol zijnde. Dan opdracht 2, een leuke bingo en een dierentuintripje. Als je in Toos'n geval kijkt en in Lieselot's geval, dan denk ik dat de mol aan de ene kant wel wil zitten in het bingo groepje. Maar het kan ook nog heel goed zijn dat de mol juist bij het dierentuingroepje wilt zitten. Omdat je juist in de dierentuin al die molacties kan uitvoeren. Dat heeft uiteindelijk invloed op de bingo opdracht. Maar bij de bingo opdracht kan je natuurlijk uiteindelijk het geld verdienen. Die vervolgens in de laatste opdracht en eliminatie er weer uitgespeeld wordt. En dan valt het mij dan wel weer heel erg op dat Toos best vaak de stift in handen heeft. Hij heeft hem niet elke keer in zijn handen, maar best wel vaak. Kan eventueel dingen dus niet heel goed opschrijven. Hij heeft natuurlijk ook een soort handicap gekregen. Maar hij kan daarna natuurlijk wel ook een beetje fanatiek blijven spelen als kandidaat. Want het geld gaat er toch weer uit. Dus een lastige situatie, maar ik denk dat je als mol dus toch eigenlijk wel in de dierentuin wilt zitten. Nou, dan hebben we Ruben met een anti-molactie ook in de dierentuin. En Ruben wil namelijk bij de vraag met de Jaguar gaan voor antwoord C. Terwijl de anderen voor antwoord D kiezen. Is natuurlijk erg anti-mos van Ruben aan de ene kant. Alhoewel die later zegt dat een neushoorn één hoorn heeft. Gelukkig kwamen Comfort en Leila tot to the rescue. Rescue, mijn Engels is niet heel goed. Met het juiste antwoord. Leila is natuurlijk afgevallen en Comfort eigenlijk ook. Dus ligt de fout sowieso erg bij Ruben. Dus eigenlijk heeft het eerste antwoord van Ruben niet meer zo heel veel invloed. Het kan namelijk ook duiden op voorkennis van Ruben. Hij weet het antwoord al, dus blijkbaar kan hij daar dus ook een beetje mee gaan spelen en modden. Dus een beetje fanatiek op beeld komen en daarna weer onfanatiek. Verder valt het ook nog op dat Thomas en Ruben samen 2 keer bij een oudere dame die gezelschap nodig had moesten wachten. En dat is natuurlijk ook heel verdacht. Dat kost allemaal tijd. 2 minuten per oudere dame. Dan nu even heb ik de vraag of jullie graag zouden willen abonneren op mijn kanaal. Het kost niets, kost 3 seconden en je maakt mij er in ieder geval heel erg blij mee. Dan gaan we nu snel verder met de video. Dan opdracht 3, de tijdreistest. Ik heb een hele heftige kloppende theorie en patroon gevonden om jullie aan te tonen wie de mol is. Helaas is de theorie best wel ingewikkeld en uitgebreid door mij onderzocht. En hierom zou ik deze extreme theorie delen in een extra video. Die vanmiddag al om 5 uur online zou komen. Dus je hebt vandaag 2 video's op 1 dag. 1 tip, kijk die video zeker, want daar zit extreem veel onderzoekmateriaal in die je echt niet wilt missen. Wat valt er dan daarnaast nog op in opdracht 3? Ruben is vrij zenuwachtig, lijkt het op beeld. En dat maakt hem dus best een goede kandidaatactie. Leila zegt als enige dat ze Comfort gaat helpen. En hierna volgt pas het gesprek dat Toos, Lieselot, Ruben en Lancelot meegaan met de meerderheid en met het plan van Thomas. Dus Leila staat hier los van dit groepje. En Leila is natuurlijk sowieso niet de mol. En dan vind ik hier Toos heel erg verdacht. Hij gaat als 2e mee met Thomas. Waardoor de anderen eigenlijk een soort van worden overgehaald om ook mee te gaan met de meerderheid. Nou, dan verder Lieselot die ineens switcht en Comfort toch helpt. Hierdoor komt er wederom geld in de pot door Lieselot. Wat haar best wel onverdacht maakt. Ze heeft nu best wel veel geld al in de pot gebracht. Dan gelijk na de aflevering werden Ruben en Toos het meest verdacht door de kijkers. Wat natuurlijk zeer zeker terecht is, aangezien Ruben en Toos ook best verdacht waren. Nou, dan tot slot om deze video af te sluiten. Aankomende zondag om 8 uur precies is de 5e aflevering van De Mol België alweer te zien. Voor de eerste hints en theorieën kun je altijd mijn Instagram account @demol_pro volgen. Daarnaast heb ik met Dinant, Kim en af en toe Arjan de podcast Procast. En hierin bespreken wij de afleveringen van De Mol samen. En daarin bespreken we gewoon eigenlijk een beetje wat ons nou juist opvalt. Wat zijn onze tactieken? En wat zou een mol doen in een bepaalde situatie? En deze zal er elke woensdagochtend te luisteren zijn op Spotify en YouTube. Dan nog even de reminder. Vanmiddag om 17 uur. Vanmiddag om 5 uur dus volgt er een speciale extra video met een theorie waarin ik eigenlijk vertel wie de mol is. En daarnaast dan nu dus... Bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer.
Laters.